In Syrië wonen Maria en haar broertje Jozef met hun ouders. Het is oorlog in hun land en ze zijn al maanden hun leven niet zeker. Eigenlijk willen ze wel vluchten, maar ze zijn te bang dat de soldaten ze snappen. En dan zijn ze nog verder van huis. Wij gaan zo naar een bespreking in het dorp, op het dorpplein. Jullie moeten voor niemand openmaken. Okay. Voor niemand. Oké. Okay. Ja. Zullen we steenpapier schaar gaan doen? Ik ben toch wel. Steenpapier schaar. Steen. De kinderen horen buiten stemmen. Eerst klinkt het zacht, maar het wordt steeds harder. Wie zou dat zijn? We mochten voor niemand open doen. Dan gaan we wel via de achterdeur. Snel. Jozef en Maria rennen zo hard ze kunnen. Af en toe kijken ze om of ze de mannen zien. Ze zien ze niet, maar er klinken wel voetstappen achter ze. Ze zoeken naar een veilig plekje waar ze kunnen schuilen. En na een hele poos zien ze eindelijk een donker plekje. Ik denk dat we het kwijt zijn. Ja, ik zou toch nog even wachten, stel dat ze daar staan. Maar papa en mama dan, misschien zijn ze wel in gevaar. Dan moeten we ze gaan zoeken. Ja, kom dan! Als de kinderen bij het dorp gaan aankomen, vrezen ze eerst het ergste. Hun ouders en alle mensen van het dorp worden vastgehouden door die soldaten in hun rare kleren. Maar dan horen ze de toespraak van de soldaat. Beste dames en heren van dit dorp. Wij hebben de soldaten uit dit dorp weggejaagd, maar ze zullen snel weer terugkomen. Daarom gaan we jullie evacueren naar een veilige plek waar jullie veilig kunnen wonen. Totdat het hier weer veilig genoeg is om te wonen. Hopelijk zijn jullie hier blij mee. De kinderen begrijpen nu dat de soldaten er niet zijn om iedereen te gijzelen, maar juist om ze te helpen. Nu durven ze zichzelf wel te laten zien en rennen naar hun ouders toe. Nee! Ja, het gaat goed! De mensen uit het dorp worden naar de bussen geleid die ze naar het veilige gebied brengt. Eindelijk een plek waar geweld niet op de loer ligt. Eindelijk een plek waar de kinderen buiten kunnen spelen zonder bang te zijn. Eindelijk het gevoel van vrijheid.